Maar, ik vergeet één ding. Dan heb ik zoveel gedaan. Even snel editen wat ik even moet doen. Dan heb ik snel even boodschappen gedaan voor de bovengroep. En dan ga ik snel even nog wat super lekker was het. En kan jij de hele tijd constant nog maar... Wat is je nou? Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ga eigenlijk lekker een bak koffie zetten om lekker alleen mee wakker te worden en mijn grote vriend even eten te geven. Maar altijd, al moet ik weer wennen om weer vroeg wakker te worden. Deze wil ik klaarleggen voor dadelijk. Deze kan wel daar liggen. Want ik moet weer werken van vandaag tot en met 11 uur. Dus dan moet ik even wennen. Ik denk dat ik vanavond meteen naar bed. Zo. Ja. Jij krijgt eten, jongen. Ja. Ja. Kom eraan, jongen. Ja. Hoppakee. Kijk eens. Ja, jongen. Kom eraan. Ja. Zo. Pak ik jullie alvast. Kijk eens. Hé, hey, kijk eens, ja. Yeah. Alsjeblieft, jongen. Maar ja, zelf even koffie zetten. Een bakje pleur, van goede humeur, van geen gezeur. Want dat moet ook even gebeuren. Zo. Hoppakee. Zo. Hoppakee. Dan gaan we even dat doen. En dan heb ik een bak koffie. Om mee wakker te worden. En de computer heb ik aangezet. Ik moet echt zo wennen om wakker te, worden weer. Poepoe. Nou, editprogramma even klaarzetten. Wacht tot de koffie gaat lopen. Ja, dit is een goeie. In ieder geval, het is er gelukt. Ik ga in ieder geval lekker maar wakker worden. En te werken. Dadelijk. Al heb ik geen behoefte meer. Ik zie mensen iets met carnaval. Is het hier carnaval of zo? Laat even weten in een reactie als mensen verstand van hebben. Ik hoorde al mensen over zeggen en dan denk ik van, hè? November, maand van de mannelijke gezondheid, oké. Okay. Maar in ieder geval, lekker even koffie nu zetten en klaarmaken om richting werk toe te gaan om te werken. Maar eerst even editen. Maar, ik vergeet één ding. Dat is radio aan te zetten, hoe kan ik dat vergeten? Zo, de knijters. Vergeet gewoon de radio. Bizar. Die moet niet vergeten, maar in ieder geval staat nu aan. Dan heb ik zoveel gedaan. Even snel editen wat ik even moet doen. Was net gedaan, die eentje is klaar. En ik ben nu met tweede bezig. En nu maar even hier even nog een paar dingen schoonmaken. Dus een wasbak. Wat ik dan meestal doe is pak de douchekop. En dan spuit ik gewoon hierin. En alleen nog toilet. En dan ben ik helemaal klaar van vandaag. Maar ja, dan ga ik zo meteen even en nu even een beetje relax. Over 3 kwartier, missen, laat ik zeggen. Kwartier en een uur ga ik even richting de groep toe. Zeg ik het goed? Ja, kwartier en een uur. Dan ga ik richting de groep toe om even boodschappen te doen voor de groep. En ik hoop dat het dan wel droog is als ik kijk naar buiten. Want toen ik uit mijn werk kwam, was het al een beetje aan het regenen en dat is KUT. Ja! Ja, yeah. Dus ik ga nu maar even dat even nog even doen. En dan heb ik alles gehad. In ieder geval ook afwas gehad. Dat is ook even lekker. Ik doe het niet zomaar. Maar mensen, ik ga weer... Maar mensen, ik ga weer vandoor. Waters. Ik doe het niet zomaar. I like this.
Maar mensen, ik ga weer. Zal jij nog kijken? Zal ik helemaal zo? Ja. Ja, maar ik snap het. Ik heb alleen maar gered. Ik heb een hele compact gehad. Dus het was echt niet aan jou. Hoor. Maar mensen, ik ga weer vandoor. Waters. Ah, nice. Ah, dat is degene die daar zit. Iemand zit daar zo. Fijn het AZ. Ja, rustig aan, hè, pannenkoek. Ik ga dat tuin pakken. Jij ook. Jij ook. Ja, ik bedacht er een keer dat ik er naartoe reed. Iemand zit te kijken die aan de overkant zit, hè. Bijna 2-1, Almere. Ja? Eén keer is wel genoeg om te zeggen. Ja, ik hoop het ook. 2-1. In ieder geval hoop en winst. Ja, jasje aanhouden. Jasje feit. I2. Kijk maar, daar is de uitvak. Jij bent in de Kuip. Ah, nice. Ja, waar rij ik? Ik zit, waar zitten we? Zit er dan Alexander? Alexander. Hij rijdt niet. Hij wordt gereden. Ik zie naar de wedstrijd. Ze zingen volgens mij die assistent. Ze gaan weer kapot gingen zingen. Schreeuwen, ja, dag. Ah! Ja! Krijg nu gif. Hij was het. Dat dat ook? Schreeuw in je graag gifs. Helen! Hij ook. Baas. Ja, ik ben, hij is 12 jaar. Hij is 12. Van me, hoe oud ben je? 28. Dus oud genoeg? Kom op, twee keer de universe. Twee keer de universe, kom op. Een leeuw is ook goed. Oh ja, je hebt nog een beetje. Ja, ik heb nog een beetje, Luca. Nog een beetje. Wie hebben we nog meer? Die waar geen haar zit, zit de verstand. Daarom heb ik, beneden ben ik kaal en heb ik boven nog een beetje haar. Die kan je krijgen. Ik krijg een appje van mijn geleding. Oh, dus rooster. Kijken bij jou dan, ja, kijk jij even de rooster? Nee, ik heb al. Hoeft niet per se hoor, want ik heb al een mot. Jaktiefus. Ja, nou ja, ik heb hem gelijk al eten. Dus. Oh. Wacht. Als je er niet oplet, dan ga ik tegen hem battelen. Dan moet je me wel even een mot maken. Ja. Luca, weet je of niet? Voor de universe ga ik al.
Echo. Dank je, ruikt gewoon eigenlijk. Als je even reageert. Ja, ik kom wel godverdomme in je lijf. Planet geeft. Voor twee planeten. Ja, hij gaat jou hoor. Voor twee universen. Voor twee universen. Scheer ik mij kaal en scheert hij zich kaal. Oh, er wordt reactie universum. Die zegt, er wordt gezegd, je bent al kaal. Ja, dat weet ik, maar hey, ik heb nog genoeg haar. Trouwens, op het wel liefst zeggen tegen ons tante Luca, want dan komt hij niet meer om de winkel. Kom op, Luca. Kom op. Twee keer de universe. Twee keer de universe, kom op. Een leeuw is ook goed. Oh ja, je hebt nog een beetje. Ja, ik heb nog een beetje, Luca. Nog een beetje. Wie hebben we nog meer? Die reageren. Waar geen haar zit, zit de verstand. Daarom heb ik beneden ben ik kaal en heb ik ook nog een beetje haar. Die kan je krijgen. Zo, halleluja. Achteruit. Jij moet eruit gaan. Jij moet mij eruit slikken. Als jij dit gaat, dan moet je. Als je even reageert. Ja, ik kom wel godverdomme in je lijf. Oh, je hoort gewoon nog zelf naar je geroepen. Oh, echt waar? Ja. Door wie? Door Keanu. Hey, Keanu. Keanu? Ja. Is hij al thuis al? Dankjewel, Roos, voor de Roos. Dankjewel, Roos, voor de Roos. Maak me een godverdomme mot, man. Ja. Komt-ie. 1, 2, hupskedee. Hey! Hallo, twee tieten. Een Tesla lijkenwagen. Hoe krijg je dat voor elkaar, hoor? Hallo. Wat zei je heel graag? Tot woensdag, kerel. Ah, je hebt iemand volg, Jan. Dan heb ik snel even boodschappen gedaan voor de bovengroep. En dan ga ik snel even nog de was even nog doen. Maar even. Kan jij ook mijn eten geven? Dat ga ik ook even snel doen. Kan jij eten geven? Ja, dus dat ga ik ook even maar doen. En daarna even borden. Ja, Ganja, het is goed met je. Ja. Zo, hoppa. Kijk eens, komt eraan, jongen. Dus wat ik nu ga doen is even snel de was en dan even naar de groep om te eten. Zo, dan ga ik nu maar lekker gegeten. Was het lekker super lekker hutspot. Super lekker was het. En Ganja is de hele tijd constant normaal. Wat is je nou? Nee, ik wil de hele tijd eten. Oh, verschrikkelijk irritant. Maar ja, er zit een pijn ook nu in mij, door die was die hier staat. Maar ja, het is niet anders. Moet ik hem mee dealen. Ik ga in ieder geval nu maar lekker klaarmaken om lekker te relaxen. En lekker te relaxen achter de computer. Ik zat lekker al de insert kijken. En dan ga ik dan maar lekker verder kijken. Dus laten we dat maar even lekker doen. En dan was het nog op hangen. Eentje nog. Het is vandaag gewoon een korte vlog, want ik heb heel veel dingen met de was gedaan. Opgevouwen, eten gehaald. Dus ik hoop dat jullie begrip voor hebben. En ja, even een beetje dingen achter de computer, heel veel editen vooral. En ja, ik ga nu weer lekker klaarmaken, want over een kwartiertje is al 10 uur namelijk. Ik ben wel klaar met mijn bed in. En nu wil ik jullie in ieder geval jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop jullie in ieder geval dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou ik tof vinden als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers en gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Zo, dan zijn we richting station aan het lopen. Richting Feyenoord.